Welkom bij de Kat Coolmo podcast. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Kat Coolmo podcast. En vandaag heb ik een hele leuke gast, namelijk Brenda Seree. Hey Brenda, welkom. Hoi Kat, hallo. Bedankt voor je uitnodiging. Leuk jou te zien. Helemaal wederzijds. Alweer een tijd terug. Ja, waar kennen wij elkaar van? Ik weet het eigenlijk niet eens. Jawel, de ontmoeting was bij Irene van Gent volgens mij. Een dinertje. Om mee te denken over publiciteit van haar boek. Die kopjes thee. Oh. Weet gelukkig dat, 8 kopjes thee. Ja. Ja, en dat etentje weet ik ook nog. Ja, gelukkig. Dat zal echt de eerste keer zijn geweest. Ja, ook alweer een tijdje geleden dus. Ja. Nou, ik weet het niet eens, want zij heeft natuurlijk alweer een nieuw boek geschreven. Ja, heb ik ook. Leuk, ja. Nou, Ben, ik ben heel benieuwd naar jou. Wat doe je? Waar word je blij van? Waar hou je zo mee bezig de hele dag? Nou, ik ben dus Brenda, 47 jaar, woon in Amsterdam. 3 hoog, niet achter, maar wel gewoon heel gezellig in een leuk buurtje, Oud-West, bij het Vondelpark. Daar word ik meteen ook blij van, omdat dat gezellig is. Heel veel verschillende mensen. Creatief buurtje. En je spreekt met elkaar op straat. En dat vind ik leuk. En ik ben ook blij met mijn huisje. We zijn met z'n 5 thuis, dus ik ben getrouwd. Met een ondernemer die ook auteur is en ook docent. En we hebben 3 kinderen. En die zijn op dit moment even verstopt in huis. Want wij hebben dit leuke gesprek nu. Ik vind het altijd leuk als het thuis gezellig is. Leuk ingericht. Altijd bezig met kleurtjes. We spraken net in de voorafgaand al eventjes over dat ik zo'n blauwe muur heb achter mij. En dat ik heel erg gek ben op schilderen. Olieverf schilderen, dus dat zijn de doeken die aan die kant hangen. Als beroep zeg maar heb ik en Branding Diva opgericht. 16 jaar terug. Dat is eigenlijk alles wat te maken heeft met zichtbaar maken van bewuste ondernemers. Gaat over een stukje ontwerpen, dus logoontwerp, inmiddels ook website. Maar ook, ja, wat is je verhaal? Waarom doe je wat je doet? Wat is je passie? Wat moeten mensen van je weten? Wat is uniek aan jou? En het stukje promotie waar ik ze in begeleid. Vooral als ze net beginnen, dan, hoe werkt dat nou op LinkedIn en Facebook? En, dus gaat het echt om branding, personal branding, maar ook promotie. En daarbij heb ik heel recent eigenlijk een nieuwe tak van sport. Omdat ik al heel lang bezig ben van wat is nou de zin van mijn leven? En wat is dat van anderen? En dat is bij mij eigenlijk heel mooi tot uiting gekomen met Ikigai. Dus ik kreeg van een goede vriend een eerste boek daarover. Hij zei, Ben, dit is echt wat voor jou. Nou, dat was helemaal raak. Want ik dacht, dit is inderdaad ook het stukje een soort zoektocht geweest van mijzelf. Een aantal jaren naar een betere gezondheid. En daar zit natuurlijk ook in dat je zinvol leeft. En dat je van betekenis voelt. Maar ook dat er nog allerlei andere dingen zijn die je kunt doen. En dat is dus Ikigai, Live Your Purpose. Daar zo heet mijn website. Ik combineer die 2 dingen eigenlijk. Ja, en daar voel ik me echt, als ik daarmee bezig ben, heel blij en gelukkig. Het is niet vreselijk druk dat ik hele bomvolle programma's of zo lanceer. Ik houd heel erg van 1-op-1 werken met mensen. Echt de diepte ingaan, in rust werken aan wat jij neer wil zetten. Dus dat voelt voor mij ook heel goed. Dat kan ik goed ook met mijn eigen energie en gewoon mooi aan. Ja. Tof. Oh, dat klinkt echt heel leuk. Ja, nou, op het personal branding vlak, dat wist ik natuurlijk dat jij dat deed. Want ik heb ooit eens bij jou ook nog eens een keer een workshop gevolgd over personal branding. Omdat ik daar ook best wel heel lang heel erg intensief mee bezig ben geweest. Weet je, hoe doe je nou jou eigenlijk? Dat is het eigenlijk. En hoe uitzicht dat dan in je website, in je kleuren die je gebruikt, in eigenlijk die hele stijl. Ja. En super interessant. Maar dat Ikigai, daar ging ik ook wel lekker op aan. Want dat is, het is al een leuk
het is eigenlijk een zin of niet. Het is een, ja, of een leuk woord. En ik vroeg me af, want je zegt van live your purpose. Wat betekent het eigenlijk? Nou, als je kijkt naar de betekenis van Ikigai, van Iggy en van Guy. Ja, eigenlijk de reden van je bestaan. Ik zie het vooral heel erg van, kijk naar wat je voedt, wat je leuk vindt om te doen, waar je zegt van aangaat, hè, of waardoor je van betekenis voelt, wat een leuke draai geeft aan je dag, waardoor je zin hebt om lekker te beginnen. En ook houdt een iets groter plaatje ook daarbij in gedachten van wat je doet. Het hoeft niet met alles te zijn, maar soms zijn er natuurlijk dingen waarmee je ook bijdraagt ook aan een betere wereld, zeg maar. Hè, dus het is een, ja, je leven betekenis geven. En ik noem het eigenlijk in mijn woorden, ja, dat kan niet anders als branding coach, je leven kleuren. Ja, ja. Color your life. En ja, durf je dat? En soms merk ik dat mensen zich nog wat inhouden, terwijl daar heel veel in zit, en ook aan vreugde. Maar we hebben ook dingen geleerd dat dat niet altijd hoort, of dat het misschien egoïstisch is om te doen wat je leuk vindt. Of ik hoor ook wel stemmetjes van, ja, maar daar kun je geen droogbrood mee verdienen. Hè? Dat soort dingen. En toch zie je nu, in deze mooie tijd, dat er echt ondernemers opstaan die, nou, ik noem Suzanne Bauer, je zou er eens moeten googelen als je haar nog niet kent. Zij maakt bijvoorbeeld allerlei kunstwerkjes met hele kleine blaadjes. Gewoon gedroogd. En dat zijn kunstwerkjes zo hoog. Nou, die kosten 1000 euro en meer. En daar maakt zij een borduursel in. Maar elke keer anders. En dat is zulk fijn werk. Zo bijzonder mooi. En dan denk ik, ja, dat is iemand die zo met passie leeft. En want die doet wat zij gaaf vindt. Met flow. En dat is natuurlijk ook heel fijn als je met flow kunt werken. En ja, ik vind het gaaf dat dat soort mensen nu gewoon ook bekend wordt en gewoon kan doen wat ze kunnen en leuk vinden. En dat is wel, hoop ik ook wel, de richting waar we naartoe gaan. Ja, kijk maar, ja. Hoe leuk jij het vindt om lekker te podcasten, weet je. Dan zie ik ook dat je happy bent. En ja, we moeten jou ook niet heel veel andere dingen gaan vragen waar je misschien helemaal geen zin in hebt, want dan loop je leeg, weet je. Dus wat... heb je gevonden wat je echt leuk vindt en durf je dat ook dan te gaan doen? Ja, ja, precies. En alle bezwaren en smoesjes die er kunnen zijn om het niet te doen. Ja, dat is natuurlijk ook waarom ik doe wat ik wil, wat ik doe. Omdat ik denk van ja, ik wil gewoon dat mensen echt hun goud gaan leven. En hun goud is dan hun talent en hun kennis en hun inzicht. En alles wat ze bij zich hebben verzameld in hun hele leven tot dusver, dat ze dat gaan delen, dat ze dat gaan sprenkelen over de wereld. En hoe je dat doet en in welke vorm, dat moet je natuurlijk zelf weten. Maar dat je het in ieder geval gaat doen. En want dat geeft namelijk zoveel energie. Ja. En ja, prachtig is dat. En zo leuk om te zien als iemand het dan eindelijk durft. En je denkt, dat wil je ze door elkaar schudden van, ja. Oh, please, ga nou doen, want je hebt zo'n tof talent. Ja. En ja, je niet meer laten tegenhouden. En inderdaad, ja, kleur in de brede zin van het woord ook, wat je zegt, hè. Van, dat je ook, dat is ook leuk, want je bent nu, voor de podcastluisteraars is dat niet handig, maar jij zit hier in een prachtig blauw jasje, met ook nog een leuk gestreept shirtje, in een ruimte met hele mooie kleurblauwe muren. En dat zegt natuurlijk ook iets, hè? Dat je niet grijs aantrekt. Nee, precies. Ik probeer altijd wel te kijken naar waar ik zin in heb. En natuurlijk draag ik ook wel eens zwart, maar ik weet dat is echt mijn kleur niet. En ook de betekenis ervan niet per se. En ik weet gewoon inmiddels, ik doe ook van die online kleurentests met mijn klanten als ze een logo traject starten. Dat ze ook weten wat eigenlijk echt van nature hun kleur is. Ik noem het de krachtkleur. En wat de balanskleur is. Want soms schiet je ook door. Ik had makkelijk helemaal lichtblauw kunnen gaan. Want ik hou heel erg van lichtblauw. Maar dan schiet ik door. Dan doet het niks. Dus weet je wat... Ja, ja, gewoon een beetje spelen met kleur. Ja, en dat doet wat met je. Maar dus, ja, en letterlijk spelen met kleur, maar ook figuurlijk spelen met kleur. Als in
Kiezen voor een kleurrijker leven. Ja. Een leven wat gewoon minder saai is. En waar gewoon meer in zit. Ja, absoluut. Meer diepte, meer energie, meer eigenlijk alles. Ja. En ook dus die zingeving, super tof. Ja. Oeh, klinkt goed. Ja. Ja, nou. ja, mooi. En mooi is dat dan jouw missie is om mensen daarmee te ondersteunen. Heel tof. Ja, ik heb echt reacties. Mensen echt... zeggen van, nou, dit is echt een schot in de roos. Het is zo bijzonder en ik krijg zoveel inzicht uit het rapport. Want je krijgt een heel uitgebreid rapport. Maar dat het gaat zo over jouw natuurlijke aard in dit geval. En bijvoorbeeld een vraag van, ja, welke rol vind je heel vervelend in een team? Maar ook, welke rol vind je leuk in een team? En dat zegt zoveel over jou en over ja, wanneer je in je element bent. En ja, dan kijk je ook naar de echte elementen in de natuur. Lucht en aarde en vuur, weet je wat. En wat is nou in essentie echt van jou? Ik ben wel benieuwd bij jou, Kat, wat dat is. Gaan we dit doen? Ik bied hem je bij deze aan, als cadeautje. Gaan we doen, hierna. Nou, wat leuk, ja, wat leuk. Gaan we dat doen. Goed. Ik heb het wel eens met mijn werk. Ik heb best wel lang op een advocatenkantoor gewerkt. Dat hebben wij er ooit eens een keer gedaan. Dan moest je inderdaad, dan werd de ruimte verdeeld in 4 vakken. En dan moest je gaan staan waar je dan dacht dat je moest gaan staan. En dat was heel leuk, want bij die advocaten waren dus maar 2 vuurmensen. En de rest was allemaal water of zo. Weet je wel. En aarde. Terwijl je dat juist bij een advocaat verwacht, dat die vuur en dat je betoog. Ja, maar ook heel erg. Goed nadenken over de gevaren op de bieren op de weg. Ja. En alle weet je, dus dat is dan heel erg soort wel geaard zijn. Nou, daar ging het dan over. Ik vond het wel heel interessant. Maar ik vond het vooral cool dat we het gingen doen. Gaaf. Het is zo niet standaard om zoiets te doen. Het was echt leuk, ja. Maar ik heb het niet voor mezelf. Heb ik het nooit zo uitgezocht. Dus dat vind ik wel geinig. Ik ben nieuwsgierig. Gaan we. Ja. Hé, maar dus daar verdien jij je geld mee, met dit soort dingen. Workshops geven voor bedrijven, hoor ik ook, hè? Ja. Over teams en zo gaat het. Maar ook over individuele of ondernemers. Super tof. Hé, en in deze podcast hebben we het over rijkdom, in de brede zin van het woord. Nou, je hebt al een paar dingen genoemd dat je zegt van, nou, ja, daar word ik heel blij van. Dat vind ik heerlijk om te doen. Maar rijkdom gaat ook over geld. Yes. En ja... En geld is ook energie, maar het is ook gewoon, ja, het is voor heel veel mensen een taboe dingetje nog. En ik vind het wel interessant om te weten, wat heb jij nou van huis uit meegekregen over geld? Wat zijn jouw overtuigingen daarover? Ja, en die zijn hardnekkig, hè? Ik denk dat daar kun je hele dure cursussen op doen. Dat heb ik ook wel gedaan. Maar ik merk dat ze gewoon opploppen. Het is niet iets wat ik zomaar weg kan duwen. Ik heb echt wel meegekregen dat je moet werken voor je geld. Ik weet niet per se of mijn ouders zeiden hard werken, maar werken. Dus op mijn 12e ging ik al om 5:30 met een busje mee en naar de Bollevelden. Ik ben opgegroeid in Purmerend, maar dan ging ik naar Averhoren en zo, Grosthuizen. En dan ging ik bollen pellen. En dus dan per kistje 2 gulden. En dan was ik helemaal blij. En dan had ik op het eind van de dag lekker zoveel verdiend. Dat ik na een maand werken had ik eerst een tv'tje bij elkaar. Dus ik heb heel erg al echt dat ik echt een ukkie was. Want nu mijn jongste kind is 12. En denk ik zo, mijn ouders die lieten mij dus echt gewoon een heel end met vreemde mensen in een bus. Ergens bij een boer bollen pellen. En... Maar ik heb het gedaan en nou ja, goed, daarna altijd in de horeca en zo bijgebeund, hoe noem je dat. Maar hard werken, dat zeker. En dat is natuurlijk uiteindelijk op lange termijn heel uitputtend. Dus ben ik wel in de loop van mijn ondernemerschap gaan kijken, ook juist cursussen gaan doen van hoe kun je dingen automatiseren. Hoe kan je dus inderdaad een online cursus geven, dat het allemaal wat makkelijker gaat. Maar goed, dat is er wel echt één. En het geld groeit niet op de rug. Dat is ook weer zo één. Ja, dat is toch wel, dat heb ik ook gewoon gezien bij mijn ouders thuis. Weet je, mijn vader werkte, mijn moeder, pas dat wij echt een stuk ouder waren, al mijn zus en ik. Dus dat was een beetje een soort bijbaantje van mijn moeder. En mijn vader zorgde voor het geld, had ook alles, de financiën echt in beheer. En ik vond dat wel lastig, weet ik. Ja,
Ja, nou ja, maar dat snap ik wel. En met die overtuiging van dat je er heel hard voor moet werken, is het ook best lastig om een keuze te maken voor zo'n ikigai ding. Omdat je dan denkt, ja, weet je, mag het wel leuk zijn. Mijn vader is een paar maanden geleden overleden. En ja, mijn vader heeft gewoon altijd voor de financiën gezorgd. En ik merkte gewoon altijd dat ik dat lastig vond. Dat mijn moeder dan niet haar eigen centjes had. Dus dat maakt wel dat ik altijd die mogelijke kans zelf heel erg naar boven haal. Dat ik zelf geld wil hebben. Zelf ja, kan bepalen wat... Weet je, maar is nu 85 en nu pas heeft zij zeggenschap over geld. Dat is toch bizar? Ben je al zo op leeftijd? Dus ja, dat zijn ook dingen die ik heb meegekregen. Ja, ja, dat snap ik wel. Dat dat dan een soort van... overigens, gecondoleerd met je vader. Dat je wel leert van... ja, weet je, zo wil ik het niet... En ik ga het anders doen. En ja, het is natuurlijk een andere generatie. Dus dat, ja, ik denk dat heel veel mensen in, zeg maar, in die leeftijdscategorie datzelfde meemaken. En dat heel veel vrouwen toen dat natuurlijk ook hebben. Maar goed, het is wel zo van, ja, je leert daar wel van, oh, ik wil dat anders doen. Ja, en dat is ook mooi. Ja. Ja. Hey Bren, ja, en als jij... Sorry dat je nog wat aan wilde vullen. Want ik heb één zoon, de middelste, die is 16. En die vroeg laatst van... Mam, kan je dat boek van... hoe heet die van Napoleon? Think Big, Grow Rich. Ken je die? Ja. Van, zou je die voor me willen kopen? En dat ligt naast zijn bed. En dan is hij steeds wat aan het lezen. En dan denk ik, oh, dat vind ik echt gaaf. Want het is goed dat ze kennis nemen van... Nou ja, hoe je... Misschien ja, sneller of anders geld kan verdienen. Ja. Ja, het is een bijbel hoor, voor ondernemers. Think and Grow Rich. Ja. Het is ook een van mijn favoriete boeken. Het is wel een pittige pil. Maar er zit wel echt... Ja, het is heel interessant. Want het boek is dus uit 1928, hè? Wauw. En dat is, daar zijn dus alle grote mega-entrepreneurs uit Amerika geïnterviewd. Ford, weet ik het wie allemaal. En die zijn geïnterviewd over eigenlijk de dingen die je nodig hebt om succesvol en rijk te worden. En dat zijn dus allemaal, dat is dus zeg maar samengevat in allerlei verschillende dingen die je moet doen om rijk te worden. Lifestyle, mindset, gewoontes, dat soort dingen. En dat hele boek staat dus helemaal vol met eigenlijk de beste lessen van de grootste ondernemers. Ja. Het is echt een heel boeiend boek, maar het is wel een taaie kost, want het is gewoon oud. Maar het wordt nog steeds heel veel gelezen. En eigenlijk alle jonge ondernemers zou het moeten lezen. Dus ik vind het wel super tof dat hij dat doet. Ja, dat krijg je nu. Ja. Ik heb ook wel zo'n boek, Three Simple Steps. Trevor Huppelpup. Dat is ook, denk ik... Ik denk dat dat soms vergelijkbaar is. En Wayne Dyer over hoe die doorzet en dingen. En, maar ik denk... Ja, Think Big. Dat die heel goed is, hoor. Maar ik heb hem nog niet aangeraakt. Nee, maar gewoon goed. Dat zijn mooie titels. Ja. Oef, ja. Ja. Hey Bren, maar wat ik... Ja, ik begon met een vraag, maar dat was... Ja, ik ben nieuwsgierig naar... als je geld hebt, waar geef je het dan aan uit? Wat vind je belangrijk? Ja, wat ik... Nou, bij mij zit geluk vaak in hele kleine dingen. Maar echt klein. Het is relatief, want voor iemand in een ander land is dat niet klein. Maar ik geniet van een lekkere cappuccino halen. Gewoon zoals nu ook deze periode waarin we leven. Dat je even met een vriendin afspreekt en dan neem je een coffee to go ergens. Dat vind ik al leuk, weet je. Het is dus niet altijd heel groots of zo. Of een leuke plant kopen. Zoiets. Boeken. Heerlijk. Ik geef relatief veel uit aan kleding. Ook voor de andere gezinsleden vind ik ook erg leuk. En dan kan ik ook prima online. Dat is natuurlijk leuker in een winkel, maar ja, oké. Okay. Dus eigenlijk zijn dat wel dingen waar ik geld aan uitgeef. Ja, ja. Dus, En stel dat je nog één tientje hebt. Ik weet niet of jou dat ooit zou overkomen, maar stel nou dat je denkt van... Oh, we hebben nog een hele maand en ik heb nog maar één tientje. Wat zou je dan, waar geef je dat tientje dan aan uit? Wat zou je ermee doen?
Dat is wel een goede vraag. En inderdaad, zeg nooit nooit. Want je weet gewoon nooit hoe het gaat. Ik heb wel met mijn man 2008, 2009 hebben wij echt een financiële crisis gekend. Hij zit in de bedrijfsuitjes. En plotseling bleek dat er een enorme stagnatie was. Maar dat hadden we, ik hielp hem toen ook nog deels. Hadden we niet aanzien komen. Dus we hadden wel al maanden geïnvesteerd in reclame maken. En toen, we hadden echt altijd een riante pot. Ik denk 50.000 euro of zo. Gewoon altijd een soort reserve. En dat was ineens, was dat zo leeg geraakt, weet je, met de Google-advertenties, gewoon wat we altijd deden. En ja, dan heb je wel 3 kinderen en je huis was toen nog hoog hypotheek. En dat was wel echt heel zwaar. En wat we toen hebben gedaan, bijvoorbeeld groepen die pannenkoeken, we hadden een workshop pannenkoeken bakken of zo met bedrijven. En dan gingen ze zelf dat bakken en dat was heel gezellig gewoon. Maar wat ik toen heb gedaan is dat ik dan pannenkoeken ging bakken of zo, bijvoorbeeld ook met Koninginnedag. En dan had ik gewoon zo'n klein gasbladje en had ik thuis al voorgebakken. En dan verkocht ik dat voor veel meer natuurlijk, gewoon aan mensen. Dus als jij ook inderdaad zegt een tientje, dan zou ik denk ik gewoon meel kopen, pannenkoekenmeel, en daar wat mee gaan doen. Want daar kan je gewoon weer meer geld mee verdienen. Ik heb ook wel toen geleerd dat je van een dubbeltje een kwartje kan maken. Ja, het klinkt heel ouderwets, maar eventjes ter vergelijking. Ja. Maar ik zou het heel pittig vinden. Ja, we hebben toen ook iemand in huis genomen uit Amerika een paar maanden om een kamer te huren. Dus ik denk wel dat ik creatief genoeg ben om dat dan ook weer te overleven, weet je. Maar het is pittig. Maar je hebt wel een ondernemersgeest dus. En, want sommige mensen die denken gewoon, oh ja, daar koop ik een kopje koffie van. Ik moet er meer van maken. Dus dat vind ik wel, dat zegt echt heel veel over je. Over hoe je erin staat. Dus dat vind ik wel heel grappig. En als je een tientje op straat vindt, gewoon een cadeautje eigenlijk. Ja, dan ga ik er wel wat leuks van doen. Dan zou ik misschien zelf. Nee, je kan er geen staatslot meer van kopen. Maar ja, wel zoiets of zo. Dat is wel leuk. Ja. Dat is dan echt gevonden geld. Daar mag je mee spelen. Dat vind ik normaal wel iets lastiger. Ja. Okay. Hey, we gaan het even over je dromen hebben. En ik ben even nieuwsgierig dat. Ja, stel dat je. Ja, dat je gewoon oneindig veel geld had. Dat het gewoon uit de kraan kwam of whatever. Nou ja, het is gewoon plenty, 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 plenty. Ga even all out met die fantasie. Hoe zou jouw leven eruit zien? Nou, ik zou dan wel verhuizen. Ook al vind ik dit heel fijn. Maar dan zou ik denk ik wel aan de andere kant van het Vondelpark wonen. Oud-Zuid. En dan wil ik heel graag iets met een sedumdak en zonnepanelen en een sauna. Want dat vind ik zo lekker, lekkere warmte. Dus dan zou ik het wel echt helemaal, all electric. Weet je, dat je gewoon helemaal ook echt duurzaam en zo kan wonen. Dat lijkt me echt een kick. Een leuk huisje in de tuin. En ja, ik zou veel vaker naar spirituele retreats willen dan. Dat vind ik echt een luxe die ik nu af en toe mezelf geef. Maar dan is het iets van een paar dagen. Maar nog niet naar niet een week Ibiza en daar yoga en schilderen of zo. Dat doe ik nog niet. En daar zit echt nog een blokkade, zeg maar. Maar dat zou ik leuk vinden. Ja, dus dat zou mijn leven wel verrijken. Ja, ja. Mooi. Nou, klinkt goed. Hè? Kan gewoon gebeuren, je weet het niet. Ja, daarom. Ja, ja, leuk. Hey, en als je de enige op de wereld zou zijn, hè? Ja, dat is best een lastige vraag, maar het gaat eigenlijk om, als je de enige op de wereld zou zijn, wat zou je dan doen? Ja, ik denk dat ik dan heel erg veel meer, hoop ik, zou ontspannen. Dan zou ik op een warme plek willen wonen. En zorgen dat ik fit blijf. En ook wel echt dingen doen die ik nu ook doe. Wel ook gewoon lekker lezen. En ook wel schilderen, weet je. Maar ik denk dat ik dat dan veel vaker zou doen. Maar aan de andere kant, ja, het benauwt me ook heel erg, hoor. Het idee dat je alleen op de wereld bent. Ik zou in ieder geval zorgen voor wat honden om me heen en wat katten. Zoiets. Weet je, dat je, ja, want dan
saai. Lijkt me heftig. Ja. Ja, 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 het gaat. Ik vind het ook niet zozeer. Het gaat niet zozeer omdat je eentje bent, maar het gaat meer om van. In hoeverre doe je wat je doet? Weet je wel, als je een schrijver bent bijvoorbeeld. Ja, dan ga je ook als je in je eentje bent, ga je ook schrijven. Ook al heb je geen publiek, dan ga je nog steeds dat doen. En jij noemt nu schilderen, dus dat voel ik ook heel sterk van. Oh, dat is echt iets dat moet gewoon bij jou eruit. Dat is gewoon jouw, ja, ja, dat is echt jouw ding. En, ja, klopt. Met kleuren werken, dat is super leuk. Dus dat zou ook niet tekenen zijn, maar het is echt schilderen. Het is echt dat stuk. Maar ja, nee, jeetje, grappige vraag hoor. Heb je voor jezelf wel eens beantwoord? Nee. Ik heb hem pas een paar maanden geleden erin gevoerd als extra vraag. Omdat ik er wel door getriggerd werd. Omdat ik dacht van, dat is echt wel een boeiende vraag. Maar ik heb heel veel vragen mezelf nog niet gesteld. Ik ben aan de bak hoor, wat dat betreft. Leuk. Ja. Maar volgens mij kwam het uit, heb ik dat boek hier staan. Dat was een heel boeiend boek trouwens. Voor als je creatieve blokkade hebt. Dat is echt een van de beste boeken die je kan hebben. Het heet The War of Art heet het. Oh. The War of Art van Stephen Pressfield. Dat gaat eigenlijk over eigenlijk alles wat jou kan blokkeren. Om je creatieve, professionele zelf echt artiest te worden. Leuk, nou. Dus ik vond het echt... En volgens mij stond daar die vraag in. En toen dacht ik, oh, dat is echt een goede vraag. Die ga ik daar maken. Leuk. Nee, maar ook die titel. Ja, dus niet de Art of War, die heb je ook. Maar dit is The War of Art. Ja. Dus, boekentip van de dag. Nee hoor, jij hebt vast ook nog zo, maar daar gaan we het zo over hebben. Ik wil het eerst met jou hebben over de main question van deze hele podcast, namelijk, wat maakt jou rijk? Ja, het zijn heel veel, het zijn, waar we het eerder over hadden, wel allerlei kleine dingen. Dat ik daar geld voor heb en dat ik dat kan doen. En dat ik hele leuke vriendinnen heb, waar ik super dol op ben. En twee hele goede vrienden, wat ouder al. Behoorlijk wat ouder dan ik, maar daar kan ik echt... De ene zie ik ook echt als mijn spirituele meester eigenlijk. Dus dat is echt ook een hele bijzondere band. Dat zijn echt dingen waar ik rijk van ben. Maar ja, bovenal denk ik toch ook wel dat ik een heerlijk dak boven mijn hoofd heb. Mijn gezinnetje. En ook nog eens gezond ben. Of laat ik zeggen gezond. Ik denk dat bij mij een beetje iets moet worden afgezwakt. Maar dat ik me fit voel. En dat stuk. Ja, dat ik me fit voel. En dat ik gewoon... ik heb wel wat ziektes gehad. Daar hebben we het in het begin wat over gehad. Hoef ik ook helemaal verder niet over te hebben. Maar wel dat ik dat heb overleefd. Dat ik daar doorheen ben gegaan. En dat ik nu zoveel kan. Weet je, dat is wel wat ik natuurlijk heb teruggekregen. Dat ik gewoon een lijf heb dat werkt. En dat ik kan hardlopen. Ik kan wandelen. Yoga doen. Dus dat is wel heel bijzonder. Dat maakt me natuurlijk rijk. Ja. En dankbaar. Ja. Ja, dat snap ik ook. En dat is als je het even niet gehad hebt. Want jij kon echt niet lopen meer, hè? Dat was zo... Ja, klopt. En mijn armen niet gebruiken. Ja, dus ik weet ook wel dat ik in die periode... Dat was een auto-immuunziekte van de een op de andere dag. En eigenlijk op een dag plotseling zak je dus door je benen met lopen. En laat je babytje in zijn wiegje vallen, want je armen doen het niet meer. Kijk, dat soort dingen. En nou goed, dan ga je natuurlijk naar het ziekenhuis. En ik had een hele goede huisarts die dat meteen doorhad wat het was. Het is vrij zeldzaam. En ik weet wel dat ik daardoor ook... Want je ligt natuurlijk heel veel. Dus dan kijk je naar die saaie ziekenhuisplafonds. En dan had ik dus echt het besef, wat is dit immens saai, weet je. Hoe kunnen ze dit mensen aandoen die ziek zijn, zoals ik? Ik heb juist nu energie nodig. De kaarten hingen ze achter mij, bij mijn bed. Dus die zag ik niet. Oh. En ik kon geen boek vasthouden. Ik kon niet lezen. Dat kon nog niet. Ik kon nog niet eens een melkpak openmaken. En dus dat besef van, ik wil het vrolijker maken. En ook, dat zodra het weer een beetje kon, zei ik tegen mijn man, wil je een setje penselen, een doek en kleuren voor me meenemen? Toen ben ik dus voor een man, een hele bijzondere man die ik daar ontmoette, die daar voor iets anders lag, daar heb ik toen een schilderijtje voor gemaakt. En afschuwelijk. Ik heb later nog eens teruggezien, heel bibberig. Maar dat geeft niet, want dat was weer mijn uiting.
En dus dat is wel, daar ben ik heel dankbaar voor. Dat dat gewoon langzamerhand allemaal weer terug is gekomen. Ja. Dus, ja. Dat zou ik ook zijn. Maar dat doet je natuurlijk wel heel erg beseffen hoe precair dat eigenlijk is. En hoe dankbaar je mag zijn inderdaad dat dingen wel allemaal vlot lopen. En dat je, dat je zelf vlot loopt. En dat je inderdaad weer je lekker een penseel kan vasthouden en al die dingen. En, ja, heel erg blij. Super. Ja. Ja. Rijkdom krijgt dan in één keer wel even een heleboel meer diepere laagjes. Ja, weet je. En vaak druk je dingen weg en zo. Maar eigenlijk staan er dagelijks. Als ik de trappen oploop, dat kon gewoon maanden niet. Dus dan was ik ook uit huis. En dan kon ik op een gegeven moment één keer de trap op en af op een dag. En dat was het dan ook. En nu ren ik die trap op, jongen. En weet je, ik zei al van gewoon 3 hoog. Maar toch denk ik daaraan. Ik denk er altijd aan. Of als ik iets doe, of met flessen, die kracht is heel moeilijk. Dat kan ik vaak dan toch niet opendraaien, een deksel of iets. Ook dan denk ik eraan. Maar ik weet ook wat ik allemaal kan. Weet je, en dat is gewoon super gaaf. En ook een stukje, hoe kan ik dat zeggen? Naar andere mensen toe. Ik zal altijd even vragen als ik iemand zie in een rolstoel of iets, van kan ik even helpen? Of wil je juist iets van bovenste plank bij de Albert Heijn? Of weet je, dat je even helpt. Dat maakt je even wat meer connected met mensen. Ja. Ja, maar je hebt zelf in die schoenen gestaan. En dat is denk ik wel heel mooi wat je zei over het ziekenhuis met die kaarten. Zoiets simpels en zoiets basaals. Dat je denkt van, nou jongens, dat kan toch anders? Dat moet toch makker? Maar het is wel mooi is dat dan... Ja, het is ook iets moois dat je dat mee hebt gemaakt. En dat je daardoor nu andere mensen veel beter snapt. En dat je ook... dat je dat dan ook door andere mensen weer kunt zien staan daarmee. En dat is wel, dat vind ik wel bijzonder. Ja, dat zie ik. Ja, klopt. Ja. Ook ik heb wel hoor, want ik weet dat heel veel mensen het hebben, dat zodra iemand lager zit in een rolstoel of iets, dat je op een of andere manier vaak denkt, oh, maar diegene is niet helemaal bij doet niet helemaal mee of zo. Weet je, er zit gewoon ook letterlijk, hè, natuurlijk in centimeters gewoon een heel verschil. Maar ik ben daar meestal heel snel dat ik denk, dan wil ik daar juist even mee praten of wat tegen zeggen. Of ik heb ook met een man afgesproken laatst die in een rolstoel zit, nog steeds van die periode dat ik ook in het revalidatiecentrum lag. En hij kan dus niet lopen. En hij was gewoon vroeger corrector op een VWO, gymnasium. En had heel veel leerlingen op die school, 1100. Daar was hij de directeur. En dan ook een of andere rare ziekte. En dan kan je niet meer lopen en zo. Weet je, dus het is een hele toffe man. En hij vindt het heerlijk om af te spreken en zo leuk. Maar soms denk je dat iemand in een rolstoel zit, dat diegene geen leuk verleden heeft of niet, weet je... niet helemaal ook vol in het leven heeft gestaan. Het is niet zo. Bijna iedereen heeft dat. Dus we mogen die verhalen... die mensen mogen er zijn, weet je. Dus zie ze vooral. Dus, Mooi. Ja, en eens met je. Ja, ik moet zeggen dat ik het ook eigenlijk meestal wel even doe. Of altijd even helpen. Of even gewoon, of even een goed gesprekje. Ik heb ook heel vaak gesprekken met zwervers bijvoorbeeld. Dat vind ik ook interessant. Ik denk, je komt ook ergens vandaan. Ik kan ook zwerven. Dat zou zomaar kunnen gebeuren. Net zoals dat je inderdaad zomaar in één keer niet meer zou kunnen lopen. Dus je moet er niet de hele tijd mee bezig zijn dat het je kan overkomen. Maar het is ook wel af en toe goed om te koesteren wat je hebt. En dat het allemaal maar zo vanzelfsprekend is, dat is dus gewoon niet zo. Nee. Dus en dat je altijd maar geld hebt en dat je niet op straat terecht kan komen of in een rolstoel. Of dat je iets kan overkomen waarvan je zegt van wow, nu zie ik mezelf anders en nu zien andere mensen mij anders. Want dat gebeurt dan gewoon en dat is, dat is niet oké eigenlijk. Het is eigenlijk helemaal niet oké. Maar ja. Nee. Het is dan ook nu hè, dat je deze periode hebt met de bacterie, met COVID, dat heel veel mensen natuurlijk hun leven ook wel instort op het moment. Dat ten eerste natuurlijk dat je normale ritmes en zo helemaal op de schop gaan, qua hoe je leeft en dingen, maar ook veel mensen natuurlijk ook wel qua geld.
En dan heb je zoveel lasten. En komt er plotseling geen salaris meer binnen of iets. En ja, wat doet dat met je? En hoe hou je jezelf rechtop overeind? En maar durf je ook wel hulp te vragen en te accepteren? En hoe laat je je zien? Dat zijn voor heel veel mensen nu wel pittige tijden. Dus ja, je weet het nooit. Je kan dat echt niet zeggen van jezelf. Van nou, ik heb genoeg reservegeld of zo. Dat leid ik wel uit. Dat weet je niet. Nee. En dan moet je niet angstig worden. Maar gewoon, realistisch of zo, denk ik. Of iets van, nou ja, gewoon dat je beseft van, ja, ik ben gezegend. En dat ook lekker koesteren. Dat kan ik ook wel aan. Ja. Ook vooral, dat kan ik ook aan. Weet je, je kan de leuke, gave dingen aan. En daar geniet je van. Maar ook mindere perioden kun je ook aan. Alleen, en je moet er zeker niet steeds bij stilstaan. Maar het is wel goed om je te realiseren dat er mensen zijn in andere situaties. Dat je die ook allemaal volledig mag zien. Dus het klinkt wel een beetje als jouw goud, dat je dat ziet. En dat je je goed in andere mensen kan verplaatsen in die zin. Ja, ik zou het zelf niet als mijn goud zien, omdat ik dat heel moeilijk vind om dat te zien. Van wat is je goud? Ik kan alleen een beetje weten, vooral wat ik heel leuk vind om te doen. Of ook met Ikigai, met die vier cirkels. Mensen die trouwens luisteren, kunnen dat op mijn website downloaden. Een mooi invulvel. Oh, dat is cool. Ja, tof. Dat is leuk om een keer te doen. Maar dat ik dan wel, ik kan wel heel goed kijken. Dit kan ik gewoon goed. En hiervoor word ik betaald. Hè? Want ik heb naast mijn eigen bedrijf, doe ik de helft van de week ongeveer gewoon in loondienst. Sinds een anderhalf jaar weer. Omdat ik echt bij een team wilde horen. Dus ik heb dat ook. Dus ik zie gewoon van, dat en dat en dat, dat kan ik. Maar je goud, dat is toch iets wat misschien andere mensen sneller in je kunnen zien. Dat is wel zo, denk ik. Ik merk altijd wel dat mensen het fijn vinden. Dat ik ben heel praktisch en ik ga de diepte in. Ik ben in werk heel zorgvuldig. Ik maak gewoon dingen. Ik ben creatief. Dus dat als ze bij me zijn geweest, zeggen ze altijd wel van, nou, ik vond het echt gezellig. Weet je, ik heb veel geleerd. We zijn productief geweest. Weet je dat? Maar of dat dan je goud is? Ja, het zijn vaak de dingen die voor jou heel vanzelfsprekend zijn. Die je eigenlijk altijd al in je jeugd bijvoorbeeld al als vanzelf deed. Het zijn vaak de dingen waar je de tijd bij verliest. Dus dat je denkt, is die hele dag alweer om? Oh, ik was gewoon... En dat je dan dus ook iets gedaan hebt waarvan je zegt van, nou, dat vind ik gewoon heel prettig om te doen. Dan zit je gewoon in je... Of als je inderdaad gesprekken voert en er komen dingen uit dat je denkt van, En dat is dan een soort van, noemen ze dan je zone of genius, hè? Dat is een soort, dat zit eigenlijk buiten jouzelf, maar stiekem zit het gewoon in je. Als je dat nu noemt, dan merk ik wel, afgelopen jaren ook, heb ik een aantal leuke coaches gehad. En dan heb ik bijvoorbeeld geholpen met de bedrijfsnaam verzinnen en de slogan. Hè, daar kom ik echt in een staat en dan hebben we maar 2 uur nodig. En dan, en dat vind ik ook super tof om te doen. Weet je, het is niet dat per se een bedrijfstak van me is, maar dan is het onderdeel van het hele brandingplaatje, zeg maar, en dan starten we daarmee. Dus dat vind ik ook superleuk. Ja, cool. Maar dan ben je helemaal afgestemd op iemand. Nee, dat herken jij absoluut. Ja. Dat is heel leuk. Ja. En dat is gewoon, dat is leuk. En dat die ander dan ook, dan zit je samen in die energie en dan tuk. En dan, je komt een soort next level met elkaar. Dat is gewoon heel leuk om te merken. En dat is wel je goud. Want niet iedereen kan dat. Dus niet iedereen wil het en niet iedereen kan het. En dat is leuk ook eraan. Maar goed. Ja. Inspirerend joh. En over inspiratie gesproken. Ik kom bijna niet meer aan mijn woorden. Wat is je favoriete boek en waarom? Ja, dat is... Mag dat maar is, één kiezen, nee, hoor. Ja, je mag hoor, want als ik te veel praat, zeg het me gerust. Maar ik ben gewoon heel gemeen. Ik heb deze 3, die liggen hier bij mijn bureau. Kan jij iets zien? Dit is... The Why, Return to the Why Café.
Ja? Ja? Oh ja, ik heb de Return gepakt. Maar wat mijn favoriete boek is van hem is de Why Café. Het Waarom Ben Je Hier Café. Kan je gewoon in het Nederlands leren. Ja. Uiteraard Ikigai. Dit is een van de boeken die ik erover heb gelezen. En deze vind ik ook zalig. Frida Kahlo. De kleuren van het leven, die heb ik recent gelezen. En ja, voor mij, het ultieme boek is gewoon als er een stukje geschiedenis in zit. Een stukje waar gebeurt verhaal. Iets met een kunstenaar. Het liefst rond eind 1800 nog wat. Begin 19 tot 25 zo'n beetje. Dat Modigliani zo'n beetje stierf. Maar een beetje die kunstenaars. Nou ja, als je me daar een boek van geeft, dan ben ik weg. Dan ben ik helemaal gelukkig. Dat is een soort onderdompeling in de tijd. Simone van der Vlucht kan dat ook zo goed. Hè? Die ken je vast. Ook over Schilderslief met Rembrandt. Dat is natuurlijk veel langer terug. Maar ja, dat vind ik zo leuk. Dat zijn echt boeken die me pakken. Ik weet niet, dan kan ik wegdromen. En het besef dat dat deels waar is gebeurd, maakt dat de pijn daarin, maar ook de gave dingen, dat voelt dan bij mij veel heftiger. Wauw, ja. Mooi. Nou, inspirerend. We zetten het even in de show notes straks met linkjes erbij, zodat mensen het ook even kunnen opzoeken en checken of ze het ook interessant vinden. En ik ben ook nog benieuwd naar, heb jij een groot voorbeeld? Mag een ondernemer zijn, mag ook heel iemand anders zijn, waarvan je zegt, nou, dat vind ik echt een boeiend iemand. Ja, weet je wie ik heel boeiend vind? Herman van Veen. Het is niet, weet je, het is dus niet iemand op wereldniveau, maar voor mij is dat wel een wereldman. Het is een, ik vind hem echt fantastisch. We delen ook passie voor Parijs, maar ook voor, wat ik merk is dat ik ben redelijk veelzijdig en veel mensen die ik aantrek ook. En dat soms denk je van, oh, ik moet maar één ding doen en focus en kiezen. Nou, daar krijgen we allemaal stress van. En hij doet dat ook niet, want hij schildert, hij zingt, hij speelt allerlei instrumenten. Hij is gewoon heel, heel leuk, ik vind hem heel warm, maar vooral ook heel kwetsbaar en teder of zo. Ik vind hem heel bijzonder. Dus en hij weet het ook nog eens te vermarkten, weet je, hij krijgt de zalen vol. En hij heeft heel veel mensen in zijn team. Die gunt die ook echt allemaal ook een deel van de spotlight. Dus dat is voor mij een van de grootste inspiratoren. Ja, tof. Ik heb ook een foto met hem en daar ben ik zo blij mee. Yes. Oh, wat lachen. Ja. Oh. Nee, ik vind hem... Ik heb altijd één nummer van Herman van Veen. Dat heet Weet Je Nog? En dan moet ik altijd janken als ik dat hoor. Dat vind ik zo, dat is een soort melancholische sfeer. Ik trek het echt niet. En jij ook dat tedere gevoel? Ja. Ik heb dat tedere gevoel voor elke man, voor elke vrouw. Ja, die in volkomen weerloosheid. Nou ja, dat is toch geniaal. En zo mooi. Dus echt, als hij er is, altijd gaan we naar zijn concerten. We zijn een keer naar Parijs gegaan, dat hij optrad voor een heel klein gezelschap. En nu is het verzet natuurlijk. Dus dit jaar, ergens eind van het jaar, dan gaan we hem weer zien, hoop ik. Dus Wauw, te gek. Leuk. Ja. Hey, en heb je ook ondernemers die je inspireren? Ja, Herman Veen is natuurlijk ook een ondernemer, maar... Ja, ik vind het wel leuk om... ik heb een heel leuk vriendinnetje. Ook klant van mij, maar ik help haar met veel dingen. Maar Martina Snyder is gewoon Nederlandse. Nederlandse. Ze is eigenlijk van origine van München. Maar hoe zij onderneemt, echt op een manier van nu. Met heel erg vanuit het manifesteren. Vanuit power of the heart, law of attraction. Wat je ook allemaal noemt. Bij haar denk ik altijd, jeetje, maar jij doet het wel, weet je. Ze is nu met haar boek bezig. Werkt deels gewoon in vaste dienst. Maar heeft ook haar eigen coachingspraktijk. Daar heb ik waardering voor. Heel, heel, heel leuk hoe zij dat doet. Op dit moment, dat as we speak, zit ze op Ibiza, geeft ze een retreat. En denk ik, ja, dat doet ze ook. Als het nu eigenlijk dat je niet zou mogen vliegen of iets. Ze weet het toch allemaal te doen. Dat is knap. Ja.
Ja, zeker. Dus dat is zeker heel leuk. Dus ik krijg altijd allerlei mensen mee en die helpen. Dus ik wou het dichter bij huis halen dan wereldwijd een ondernemer. Ja. Dat mag ook hoor. Juist leuk. Ik ga eventjes nog iets over jou persoonlijk, want daar ben ik toch ook nog wel nieuwsgierig naar. Vind ik altijd een leuke vraag. Als je me echt zou kennen, dan zou je weten dat... Puntje, puntje, puntje. Ja, als je mij zou kennen, dan heb ik een tikje van mijn vader overgenomen. Dat is dat ik heel graag de straat bezem. Dus dan ga ik met de bezem naar beneden. En dan ga ik lekker de straat aanvegen. Dat is een gek, weet je. Dat doet echt niemand. Soms komt een leuke buurman me even helpen. Die zegt, ja, jeetje, sta je dat nou alleen te doen? Maar het is voor mij... denk ik. En bijna ook iets van een herinnering aan vroeger. Mijn vader deed dat bijna dagelijks. Naast werk, in het weekend. Was hij bezig in de tuin, snoeien, weet ik het. En ik heb natuurlijk geen tuin. Wel een dakterras, maar niet lekker echt die aarde en dingen. Maar ik kan wel op straat lekker met de bezem kun je me vinden. Ja. Nou, dat vinden de buurt vast fijn. Dat zou je dan van me weten. Ja. Dat vindt de buurt vast fijn. Ja, nee, de mensen die echt... Ja, nee, maar dat is het. En ik maak graag praatjes met mensen. En dat vind ik allemaal leuk. Ja. Ja. Ja, dat is daar in West ook. Ik ken dat buurtje wel natuurlijk. Is dat ook ja, wel wat waar zit jij? Ik zit nu in Noord. Okay. Ik heb ook een tijd in West gewoond, maar veel verder weg hoor. Maar dus een Lommer. Maar ik woon nu in Noord en in een helemaal nieuwe buurt. Dus achter Amsterdam Amsterdam Toren. Dat is helemaal een moderne buurt. Graag, hip. Dit wordt het Manhattan van Amsterdam waar ik woon. Maar het is in Noord, heb al eerder in Noord gewoond, daar groeten mensen elkaar echt op straat. En dat gebeurt natuurlijk in heel veel stukken. Leuk. Ik heb ook 10 jaar in de Jordaan gewoond. Daar was het alleen met de Jordanezen onder elkaar en mijn buren en zo wel, maar verder niet. En hier is dat echt een soort van, overal, je groet iedereen op straat. Dat is normaal. Dat is leuk. Het is ook een beetje een soort dorpsachtig of zo, op een of andere manier. Ja. Het is ook echt wel het is wel super dicht bij Amsterdam, bij de stad. Hè, ik zit nu dichter bij de stad dan eerst, want ik ben in 3 minuten op Centraal. Maar het is wel een soort van ander gevoel, omdat het water ertussen zit. En ik kijk ook naar het water, dus ik word heel blij natuurlijk. Ja. Mijn grote droom om het water te kunnen zien. Ik heb altijd aan de gracht gewoond, dus toen ik niet meer aan de gracht woonde, dat mis ik echt. En nu zie ik zit niet, niet aan het ei hoor, want ik heb geen 1,5 miljoen over. Maar ik kan wel zo'n strookje zo tussendoor kijken en dan word ik echt, elke dag word ik daar gelukkig van. Ik dacht, ik ga weg uit Amsterdam en ik kom nooit meer terug. Dat was het idee. Maar ik mist het zo erg. Voor mij is dat gewoon daar denk ik niet eens over. Ja. Kleurrijkheid van de stad. Nu is het even wat minder. Maar normaal gesproken, als ik het station uitkom, dan denk ik, wat heerlijk. Hier mag je gewoon lekker... Ja, het is wat bruisender. Het is gewoon, voor mij, ik zoek ook wel de rust op. Maar voor mij is dit echt waar ik zelf echt tot bloei kom. Dus dat, dan wil ik daar ook zijn. Ja, herkenbaar. Hey, Brenda, nog een paar vraagjes. Wat is jouw grootste levensinzicht of levensles? Maar dat vind ik echt een moeilijke. Ja, misschien jij je leert door vallen en opstaan. Dat vind ik ook weer zo negatief. Ik denk dat het wel belangrijk is om een beetje te durven spelen. En dan, dat bedoel ik ook de eerste keer dat ik zelf op Facebook of zo iets postte. Dat je gewoon ook niet weet of het wel werkt of niet. Of maar gewoon maar doen. En gaandeweg groei je wel. En een beetje lol erin houden. En je blijven innoveren. Ik weet niet of dat een levensles is, maar dat is wel een beetje hoe ik erin sta. Ja, wel een mooie, het is wel een mooie, mooie boodschap, denk ik. Dus, wat is in jouw ogen veerkracht? En kan je dat leren? Veerkracht kun je leren. Ja, want dat is juist op momenten dat je soms ook niet verwacht of zo.
Je komt er toch weer uit. Dat zie je bij zoveel mensen. Dus het is juist vaak op de onverwachte momenten natuurlijk. Dat is ook wel weer bijzonder daaraan. Dat je na afloop vaak denkt van, goh, oké, okay, I've been there, done that. Weet je, oké, okay, dat kan ik. Klinkt dat misschien zwaarder dan ik bedoel. Maar ja, veerkracht zit ook gewoon in je hersenen. In trainen hoe je dingen, hoe je ermee omgaat. En jezelf ook betrappen op hoe je soms negatief denkt of zo. Of dat je dan, ik heb het wel eens gehad dat ik dan door de stad loop of zo. En dat ik dan ongemerkt snel kijk naar wat ik lelijk vind. Dat ik denk, jezus, hoe kunnen ze hier nou nieuwbouw hebben gezet in dit leuke straatje? Maar dat ik nu probeer, weet je, dat is ook veerkracht. Jezelf gewoon positief en je mindset. Waar richt ik eigenlijk mijn aandacht op? Dus dat kan je leren, zeker weten. Dat vind ik, ja. Ja. Mooi, mooi, mooi. Ben jij het vast mee eens? Ja, 100%. Okay, ja, ik zie je ook knikken. Ik denk, ja, dat past het is bij jou. Stiekem research voor mijn boek. Ik ben een boek aan het schrijven over veerkracht. Dus ik vind het heel leuk om iedereen even te vragen van, hoe zit dat nou eigenlijk met veerkracht? En ik weet niet of het specifiek over veerkracht, maar op een of andere manier triggert mij dat veer. Nee, waarom veert de een wel mee en de ander niet? Waarom ja, fietst de een door allerlei tegenslagen heen en de ander niet? En hoe kan dat en waarom? En het wordt geen wetenschappelijk boek hoor, maar ik wil gewoon mooie mensen interviewen. Maar, jij bent veerkracht is ook jouw middelneem, dat weet ik al. Dat hebben we wel gehoord in dit gesprek. Het is natuurlijk, hoeveel tijd neem je voor iets om iets te digesten? Maar daar kun je ook steeds sneller in worden. Want je hebt dan al de ervaring van iets anders. Oh, dus je weet, oké, okay, nou gaan we niet te lang zitten kniezen of zielig zitten te doen of wat ook. Want je weet, hier kom je weer doorheen. Of dit wordt ook weer heel leuk. Of het gaat weer wel lopen. Of je volgende product gaat als een tierenlier. Je weet het gewoon, weet je. En dat is denk ik echt wel een stukje trainen. Levenservaring. Ja. Het heeft ook denk ik wel met vertrouwen te maken. Dat je al een keer ervaren hebt dat het wel weer op zijn pootjes terecht komt. En dat je dan weet van, oh, ik hoef hier niet te lang in te blijven hangen. Want vorige keer is het ook goed gekomen. Dat je dat gevoel. Mooi. Wat lees jij, kijk je en luister je op dit moment? Ja, wat ik luister, dat is het boek van Arthur Japin van Mrs. Degas. Ook weer gerelateerd aan de kunstenaar Eduard Degas. Heel leuk, maar ik zit halverwege. Maar dat is eigenlijk ook een beetje lezen natuurlijk. Het is een luisterboek. En mijn voorkeur de laatste tijd is heel erg om gewoon lekker te luisteren. Eventjes 3 kwartiertjes time-out te nemen overdag. En dan gewoon te liggen, luisteren en dan ben ik er weer. Dus dat is ook eigenlijk lezen. Je zei luisteren. Kijken, zei je volgens mij ook, hè, waar ik naar kijk. Ja, dat is. Het klinkt heel suf. Maar ik ben gek op weer verliefd op je eigen huis. Ken je dat? Ja. Dat is gewoon. Hè, alle shows, alles. Ik kijk niet veel tv. Maar als ik ga zitten, dan wordt het tiny houses. Weer verliefd op je eigen huis. Grand design. Allerlei dingen waardoor een huis helemaal wordt gestript of zo, weer heel tof wordt. Dat vind ik dus superleuk. En heel veel andere dingen kijk ik niet. Ik heb niet echt shows of zo. The Crown keek ik. Vind ik dus ook leuk. Ja, maar dat is dan weer voorbij nu. Ja. Leuk. Nou, maar dat zegt wel iets over jou, hè, dit soort dingen. Dat vind ik dan leuk. ter afsluiting, Brenda. Heb jij nog een tip, een advies, een mooie quote waarmee je... Een quote echt van mij is wel van iedereen is uniek en een inspiratiebron. Dus dat ben jij ook. Jij bent dat voor mij, maar ook de luisteraar nu of de kijkers zijn dat ook. Dus zie die in jezelf. En als je die nog niet denkt te zien of herkennen, geef jezelf dan ruimte om je... eigenlijk een beetje je ikigai te verhelderen. Hè? Dus dat loopt natuurlijk nauw samen. Dus dat is wel waar ik mee af zou willen sluiten dan. Ja. Cool.
Ja. En nou, ja, fantastisch verhaal, dankjewel. Waar kunnen mensen jou vinden? Wat, ja, websites, zit je op Instagram? Ja, mijn bedrijfswebsite is brandingdiva.nl. Dat is echt voor het hele stukje branding, dus ook ontwerp. En dan heb ik natuurlijk nog de Ikigai, tussenliggend streepje liveyourpurpose.com. Dat is er echt voor en solopreneurs, maar ook vooral bedrijven, organisaties die met medewerkers en teams aan de slag willen. Van wat is nou van iedereen de Ikigai en wat zorgt ervoor dat je nou op een leuke manier en met balans tussen je privé en je werk, ja, je leven betekenis geeft. En ik merk dat daar echt behoefte aan is en dat mensen die de workshop ook doen van Ikigai, dat ze dat hartstikke leuk vinden. Even lekker kijken, even reflectie op, ja, hoe doe ik dingen nu? En ja, vind ik het eigenlijk allemaal nog leuk? Of hoe zou ik dingen net even anders kunnen doen? En, dus dat, ja, dat zijn de twee sites waar mensen mij kunnen vinden. Ja, leuk, en dan heb leuk. Ik heel veel gratis weggevers. Dus kijk er vooral op. Een mini-cursus, personal branding. Maar ook, nou, wat ik net zei, die invul voor die circles van Ikigai. Cool. Ja, ja, vriendin van mij heeft met haar werk bij jou zo'n workshop gevolgd. En die stuurde mij daar inderdaad een berichtje over van, oh, dat was zo leuk. En ja, heel interessant. En ja, die was helemaal enthousiast ook over jou, hoe energiek je dat deed en zo. Maar ja, als je je purpose leeft, dan kan dat ook niet anders. Dat is gewoon hoe het werkt. Maar ja, nee, superleuk. Dankjewel, Brenda, voor het gesprek. En ja. Graag gedaan. Ik vond het ook heel leuk. Als ik podcast ga opnemen, dan wil ik jou als spreker. Superleuk. Nou, dat is ook gesproken. Ja. Gezellig. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram. @katkolno, die twee aan het eind. Tot de volgende keer. Ciao.